Hoe is het groeiende antisemitisme te stoppen? Welkom bij Uitgelicht. Goedenavond. Jodenhaat in Nederland was nog niet eerder zo sterk als het afgelopen jaar. Dat blijkt uit de monitor Antisemitische Incidenten 2019 van het Centrum Informatie en Documentatie Israël. Het aantal gemelde incidenten is het hoogste aantal in 30 jaar, maar het CIDI vreest dat dit nog maar een topje van de ijsberg is. In de studio Hanna Lude, directeur van het CIDI. Mevrouw Lude, goedenavond. Goedenavond. Het gaat om een toename van 35% vergeleken met het jaar ervoor. Wat houdt dit in? Waar zit de toename in? Nou, de toename zit in een aantal gebieden, vooral in interacties tussen mensen. Bijvoorbeeld schelden, bedreigen, vandalisme zelfs. En we merken dat er eigenlijk een toename is in de manier waarop mensen accepteren dat dergelijke zaken überhaupt gebeuren. Dus acceptatie is eigenlijk het groter worden probleem, zegt u? Het is misschien een betere indicatie van waar het probleem ligt. Mm. Het probleem is dat mensen niet alert genoeg zijn om te zeggen, ho, wat je nu zegt of wat je nu doet, dat is gewoon onacceptabel. Ja, ja. En misschien ook het feit dat mensen dat niet als hun eigen probleem zien. Mm-hmm. Dat denken van, nou ja, dat behoort bij een klein groepje. Ja. Terwijl wij vinden dat antisemitisme een maatschappelijk probleem is en niet het probleem van de Joden. Maar een toename, enorme toename, heeft het CIDI gemeten in de monitor. Het hoogste aantal incidenten in 30 jaar, dat is best fors. Ja. Ja. Kijk, wij tellen niet alle incidenten die voorkomen in Nederland. We zijn afhankelijk van mensen die bij ons dingen melden. Mm-hmm. En de meldingen waren dit jaar heel erg goed verspreid over het hele jaar, maar als je dat bij elkaar telt, was er niet zoiets waarvan je denkt van mensen gingen ineens meer melden dan anders. Dus onze inschatting is dat het echt een reële stijging is. En waar is die stijging dan aan te wijten, denkt u? Bedoelt u de oorzaak dat er stijging is? Ja, Wij zien een aantal oorzaken, maar zeker weten we het natuurlijk niet. Maar we zien groei in complottheorieën bijvoorbeeld. Complottheorieën wijzen heel vaak naar Joden als allerlei schuldigen. Dat Joden bijvoorbeeld alle macht in handen hebben bijvoorbeeld. Precies, maar ook Joden schuldig zijn van ISIS en Joden schuldig zijn van de Twin Tower, van 9-11. Mm. Maar ook van recente zaken worden Joden. Recent zelfs in januari was er een incident, dat natuurlijk nog niet hierin staat, want dat is al dit jaar, van iemand die een thuizenring heeft gehad. En daar worden de Zionisten voor beschuldigd dat die achter de knoppen zouden zitten. Ja. Dergelijke zaken. Dergelijke zaken, inderdaad. Dus u merkt een toename in het aantal incidenten, maar toch hebben we het nog maar over slechts 182 incidenten. Is de ophef dan niet een beetje te groot hierover? Nou ja, ik kan er een aantal zaken over zeggen. Misschien het belangrijkste is dat we in ieder geval weten dat het aantal incidenten het topje van de ijsberg is. Hoe weet u dat? Omdat er onderzoeken wijzen uit dat sommige onderzoeken zeggen 1 op de 4, sommige zelfs 1 op de 8 incidenten worden gemeld. En dat is niet specifiek voor antisemitisme, dat is in het algemeen voor discriminatie. Een aantal onderzoeken over antisemitisme of enquêtes wijzen vergelijkbare situatie, dat is punt 1. Ten tweede, een incident is niet hetzelfde als een melding. We krijgen een heleboel meldingen elke dag. Hoeveel meldingen krijgt u op een jaarbasis? Nou, we hebben het nooit geteld, maar als we een schatting moeten maken, dan is het zeker meerdere per dag. Mm-hmm. Tel maar op. Ja, ja. Dus in ieder geval gaat het over meer dan 1000. Ja, zeker. Ja. Maar hoe bepaalt u dan welke melding een incident is? Soms worden dezelfde incidenten door meerdere mensen gemeld. Zeker incidenten die in de publiciteit komen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld het incident, een radio-incident van een antisemitische tirade op de radio. Daar kregen we echt tientallen meldingen over. Maar dat registreren is maar één incident natuurlijk. Dat is één incident. Ja. We registreren ook soms een reeks incidenten die tussen twee personen omgaat. En zelfs als het een langere tijd gebeurt, als één incident. Exact, ja. Dus er is geen relatie tussen hoe erg het incident is en
en het getal. Mm-hmm. Dus dat is sowieso geen indicatie. Ja. Maar misschien het belangrijkste is, het aantal incidenten aan zich is misschien niet zo belangrijk. Wat belangrijk is, is de relatie in de verschillende jaren. Omdat we dezelfde methodiek... De stijgende trend. Precies, omdat we dezelfde methodiek gebruiken al meer dan 30 jaar, kunnen we laten zien hoe het werkt. En daarom houden we het zo. Want sommige zaken zouden wij vandaag misschien ietsje anders doen. Als we kijken, zijn er wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren in soorten antisemitisme? Ja, nou, wat wij in de afgelopen paar jaar signaleren is bijvoorbeeld het gebruik van het geldwoord Jood of kankerjood of variaties daarop. Mm-hmm. Dat juist een hele grote toename ziet. Meer scheldpartijen eigenlijk. Meer scheldpartijen, maar ook het gebruik van het woord Jood als een algemeen scheldwoord. Ook tegen de politie of tegen ambulancepersoneel soms. Dat is één zaak wat we zien. En dat is natuurlijk heel verontrustend. Ja, dat ook gewoon en normaal wordt gezien. Ja, nou, opvallend is dat er een daling is van het aantal incidenten wat betreft vandalisme en bekladdingen. Want het zijn dit jaar of afgelopen jaar dan slechts 14 keer is dat gebeurd. En dat is de helft minder als je het vergelijkt met 2 jaar geleden. Hoe komt dat? Ja. Nou, we denken sowieso dat er een verschuiving is in de incidenten van het echte leven naar het virtuele, leven. Dus mensen uiten heel erge antisemitische vooroordelen, scheldwoorden, bedreigingen zelfs op internet. Ja, daar komen we zo meteen nog op terug. Ja. Dat komt heel veel voor. Mm-hmm. Dus sommige mensen hebben hun zeg maar actieradius veranderd van de muur naar de muur van Facebook. Dus ze hebben niet zozeer meer het gevoel van dat ze dat moeten uiten gewoon fysiek, door bekladding. Nou ja, maar tegelijkertijd zien wij dat doordat op internet veel meer van dergelijke uitspraken en uitingen voorkomen, mensen dat normaal gaan vinden. Mm-hmm. En dan gaan ze dus ook op straat op dezelfde manier schelden. Maar er is wel een afname in het aantal bekladdingen, maar niet in het aantal scheldingen bijvoorbeeld. Ja. Nu is dat in andere landen, in Frankrijk bijvoorbeeld, in Engeland, komt het wel steeds meer voor, die bekladdingen. Hoe verklaart u dan dat verschil met Nederland? Wij denken dat in Nederland ook beter gesurveilleerd worden. Mm-hmm. Alle Joodse instellingen worden nu heel goed bewaakt. Hè? Ja. En dus het is veel moeilijker om daar dichterbij te komen. In Nederland hebben we gelukkig dit jaar ook geen extreme incidenten gezien. Dat hebben we in de buurlanden wel gezien. Ja. En het interessante daaraan is dat mensen dat niet kunnen rationaliseren. Dus het feit dat iets in Duitsland of in Frankrijk gebeurt, voelt soms voor sommige mensen heel dichtbij. Ja, dus omdat de landsgrenzen misschien ook niet gelden voor antisemitisme. Precies, precies. Ja. En we zien tegelijkertijd op praatgroepen, op sociale media, zien we een grote toename voor bijvoorbeeld extreemrechts groeperingen, ook extreem links, extreem moslim zien we dat. En dan is er natuurlijk geen garantie dat dat niet ook uitmondt in één persoon die dat ook gaat realiseren. Want dat zijn dus de ontwikkelingen die we zien bij alle geweldsincidenten. Ja. Die gaan daaraan voorgaat, is een hele activiteit op internet. Ja, begrijp ik. Nu heeft u net al inderdaad het antisemitisme op internet genoemd. Die incidenten die worden niet meegenomen in de monitor. Waarom eigenlijk niet? Twee redenen. Omdat we een andere aard hebben en in die zin minder vergelijkbaar. Maar vooral omdat we niet in staat zijn om die allemaal op dezelfde methodiek te verzamelen. Mm-hmm. Dus wat wij hebben zijn voorbeelden van dingen die gebeuren. Ja. Voorbeelden van de retoriek die gebruikt wordt, de situaties wat gebruikt worden, de boodschappen die daarin zitten en de daders. Want in tegenstelling tot het echte leven waar vaak de dader niet terug te vinden is, of zelfs als het iemand op straat is, kan je niet zeggen het is een, weet ik veel, net zoals vaak mensen aangesproken als Joods, maar ze zijn het ook niet. Dus we weten niet wie de persoon is. Ja. Op internet kunnen we het wel zien. En dat is een van de belangrijke bronnen om te laten zien waar gebeurt wat. Welke maar sentimenten u monitort welke het wel, maar u neemt het niet mee in die in de telling. In de telling. We hebben een aparte telling dit jaar trouwens wel gegeven van de incidenten die we wel verzameld hebben. Mm-hmm. En dat zijn incidenten die bij ons gemeld worden. En we vinden het belangrijk dat zaken gemeld worden, want soms zijn het ook strafbare zaken. Mm-hmm.
waar actie moet worden ondernomen. Ja. En zaken waar wij met de sociale mediabedrijven ook aan tafel kunnen gaan zitten. Dus het is heel belangrijk om wel te melden. Ja. Maar we kunnen niet op dezelfde manier tellen. Mm-hmm. En bovendien is de vergelijking met de afgelopen 30 jaar ook niet te doen. Nee, omdat er 30 jaar precies geleden geen internet maar was. Maar hebben we wel nu een opdracht gegeven aan een onderzoeksbureau om wel een betere en methodisch onderzoek te gaan doen naar antisemitisme op het internet, ja, in verband met Nederlandstalige zaken. Mm-hmm. En daar hopen wij in het voorjaar met resultaten te komen. Ja, nu hebben we het natuurlijk met name over de problematiek en de toename daarvan. Wat kan er gedaan worden om antisemitisme beter te bestrijden? Nou, ten eerste niet negeren. We vinden, je moet het kunnen herkennen. Sommige mensen herkennen het niet als zodanig. Je moet het benoemen. Dus niet bang om te zeggen, dit is antisemitisch. En je moet op reageren. Je moet ook veroordelen. Zeggen van, als dit gebeurt, bijvoorbeeld op school, als een kind tegen een ander kind iets antisemitisch zegt, moet ingegrepen worden. Ja. En moet niet alleen ingegrepen in de zin van, je doet iets verkeerd en je gaat 2 dagen naar huis. Ja. Maar echt kinderen uitleggen wat er verkeerd hieraan is, waarom we dat niet willen. Mm-hmm. En eigenlijk gebruik maken van de gelegenheid om het verhaal als geheel beter te vertellen. Dus eigenlijk al beginnen bij de scholen, zegt u? Beginnen bij de scholen, bij sportclubs, bij sportevenementen, maar ook andere voorlichting voor mensen die al niet meer op school zitten. Ja, ja. En ook op straat, als je toevallig een getuige bent van zoiets, ook ingrijpen. Melden. Niet. Ja. Ja, gewoon niet accepteren dat dit soort dingen normaal gaan worden. Ja. Nu haalt u in uw monitor ook een rapport aan van de VN en Mensenrechtenraad, een rapport over antisemitisme. Nu wordt diezelfde Mensenrechtenraad al jaren bekritiseerd vanwege haar houding tegenover Israël. Omdat meer resoluties tegen Israël worden aangenomen dan tegen welk ander land dan ooit. Hoe betrouwbaar is dan zo'n rapport van deze Mensenrechtenraad? Het rapport van de Mensenrechtenraad is niet een cijfermatig rapport. Mm-hmm. Het is een onderzoek wat gedaan is in meerdere landen. Ja. En een heel goed onderzoek. Mm-hmm. Daar hebben we juist veel vertrouwen in. Ja. En deze raad heeft onlangs, vorige week heeft hij een zwarte lijst gepresenteerd. Heel ander onderwerp, maar toch wel gerelateerd. Een zwarte lijst waarin 112 bedrijven staan die zaken doen met Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Met welk doel hebben zij die lijst gepresenteerd? Nou ja, dat heeft te maken met de politiek van de Mensenrechtenraad. Mm-hmm. Waarvan we weten dat de landen die daarin zitten niet uitblinken of niet allemaal uitblinken met het behoud van mensenrechten in hun eigen land. Mm-hmm. Dus dat is sowieso een problematische organisatie. Zoals vaker in VN-situaties. Mm-hmm. Verschillende landen komen met hun eigen politieke agenda. Ja. En dat maakt de Raad als een besluitorgaan en een stemmend orgaan heel kwetsbaar op zijn minst. Naar in ons ieder geval idee, politiek georiënteerd. Ja, heel erg politiek georiënteerd. En dat is wat wij proberen soms uit te leggen aan mensen. In veel VN-organisaties als deze kun je vergelijken met een flatgebouw wat 30 gezinnen voerde, waarvan 25 met elkaar samenspannen tegen de andere één of twee van de vijf. Dan kan je nooit een goed stem uitbrengen. Nee. Nu heeft Nederland is ook deel van die VN-Mensenrechtenraad. En zij hebben deze lijst stellig bekritiseerd. En dat is eigenlijk voor het eerst dat Nederland daar stelling in neemt. Bent u er blij mee? Jazeker. Ja. Jazeker. Had u het verwacht? Ja, ik had het gehoopt. Mm-hmm. We hebben natuurlijk contact met de VN-ambassadeur. Ik heb hem ontmoet toen ik in New York was. Mm-hmm. En wij hebben ervoor gepleit om ervoor te zorgen dat Israël niet anders behandeld wordt dan alle andere landen. Maar het is wel nieuw dat Nederland nu stelling neemt. Ja, en daarom zijn we daar blij om. Denkt u dat Nederland dat dit een stap is dat ze dit vaker gaan doen? Binnen de VN-Mensenrechtenraad stelling nemen tegen de anti-Israël vooroordelen die ze hebben? Nee, daar gaan we vanuit. Mm-hmm. En niet alleen binnen de Mensenrechtenraad, maar in allerlei VN-organisaties. Gaan en hopen dat gaat gebeuren. Ja, want het is ook wel breder, zegt u. Van precies, we hebben de UNICEF, we hebben meerdere organisaties waarvan het gevoel is dat het niet inhoudelijke kritiek is, wat natuurlijk legitiem is. En dat moet voor elke land en voor alles wat je verkeerd vindt, maar het moet in verhouding staan. De tot proportie het gedrag moet juist zijn, zegt precies. U. Precies, ja. Proportie moet, maar ook de eerlijkheid daarin. Mm-hmm. En dat is dus in het algemeen voor het gedrag. En als we kijken naar dit specifieke lijst, is het gewoon een absurde situatie waar hoe zaken in elkaar steken en wat daarmee is geprobeerd. Is goed dat Nederland stelling heeft genomen, ja, zegt zeker, u. Ja, zeker. Bedankt voor de toelichting, Hanna Lude, directeur van het CIDI. Dank u thuis wel. Ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Uitgelicht. Morgen zijn we er natuurlijk weer. Ik wens u een fijne avond. Graag tot morgen.